Welkom bij Wegwijzer. Normaal ziet u nu Elise Jansen van Roosendaal die dit programma presenteert, maar u zult het nu met mij moeten doen. En we gaan straks naar het schoonhouden van Katwijk. Maar ik loop nu eerst naar Pieter van der Plas, want van hem wil ik meer horen over deze locatie. Pieter, wat zien we hier eigenlijk? Nou, dit is een uitstroomvoorziening. Enkele afleveringen geleden hebben wij wat verteld over de Noord, over het afkoppelen. Hè, het apart opvangen van regenwater. Nou, dat informatie hebben we al genoeg aangegeven. Alleen ja, het regenwater moet uiteindelijk wel in het oppervlaktewater, in dit geval het Prins Hendrikkanaal, worden geloosd. En daarom zijn wij op dit moment bij deze bijzondere plek. Dit is een uitstroomvoorziening, zoals dat heet met een mooi woord. Dat betekent dat al het regenwater wat van de wijk de Noord hierachter zeg maar, wordt opgevangen, dat komt via een centrale buis, loos zit hier op het Prins Hendrikkanaal. Het ziet er een beetje uit als een waterval straks. Ja, dat klopt. Dat heeft namelijk te maken met een druk. De Noord heeft een bepaalde oppervlakte. Als dat regenwater allemaal valt, dan valt dat via de kolken gaat dat in het stelsel. Een klein deel valt in de bodem, het andere deel transporteert via een buizenstelsel naar dit punt. Maar er zit ook lucht in de buizen. En dat betekent dus als het erg gaat regenen, dan krijg je een bepaalde luchtdruk. En wat wij willen voorkomen is dat op enig moment de putdeksels omhoog schieten. Want het heeft hele vervelende gevolgen, onder andere voor de veiligheid. En die druk blaast dat water dan hier doorheen? Nou ja, kijk, het komt hier in een rond 800 buis, komt dat, verzamelt het water zeg maar hier in de buis. Alleen, je moet daar, om de druk kwijt te kunnen, moet je een open verbinding hebben met de oppervlakte. Dus als je voor dat het zo hard regent, er valt zoveel water, ja, dan heb je een extra bypass, zoals het heet, nodig. En dat hebben jullie meer van die bypass of is dit de enige? Dit is de enige. En dat heeft te maken zeg maar, dat er zit een kleine buisje hiernaast met een open verbinding. Dus als het zo hard regent en de druk zo hoog is, dan zal het regenwater. Dan pas, dus dat gebeurt hooguit één keer per jaar, veronderstellen jullie? Ja, dat kan. Het is op één hand te tellen. Ik verwacht op drie momenten in een jaar dat dat zo kan zijn dat er een bepaalde druk ontstaat en dat het dus deze voorziening in werking treedt. Dat is nog even afwachten, dus. Ja. En je kan natuurlijk alleen maar een buis uit laten steken, maar wij hebben daar toch. Het ziet er fraaier uit dan. Gemeend om dat in ieder geval een mooie vorm te geven. Ja. En het verdwijnt daar weer dat water, want ja. Daar stopt het als het ware. Dat gaat ja. De grond in dan toch weer de haven in. Uiteindelijk gaat dat weer in een buis. Je ziet het hier boven, hè, loopt van boven zo naar beneden, loopt ook een rond 800 buis naar beneden. En uiteindelijk gaat het erom dat het vanuit boven, de Hendrik of de Meerburgkade, zeg maar, daar gaat het ongeveer 5 meter naar beneden. Nou, bovenaan zit de verbinding met de spindel, daar zal ik zo meteen nog wat over vertellen. En vanuit die spindel zal het water dan hier bovenuit naar beneden stromen. En uiteindelijk valt het hier ook beneden in de bak weer in de grote buis en dan vervolgt het weer naar het Maar normaal zie je geen water lopen? Nee. En er is ook geen gevaar van, stel dat er zoveel water is dat het echt hier over de haven stroomt, dat gebeuren? Nee, dat gebeurt niet. Nee, hoe breed is die buis die daar onder de grond zit dan? Rond 800, dus zeg maar een 80 centimeter buis is dat. Een flinke buis? Ja, zeker. Daar moet het water doorheen kunnen? Ja, en het hele stelsel is daarop gedimensioneerd met een moeilijk woord. Dus we hebben gewoon gerekend met de fikse buizen die regelmatig voorkomen, om zeg maar te zorgen dat er geen wateroverlast optreedt. Dat is voorberekend? Ja. Oké. Nou, dan gaan we nu even naar die spindel kijken, denk ik. Ja, dat is goed. Ik zie hier iemand aan het werk. Wat gebeurt hier eigenlijk? Hier wordt aan een spindel gedraaid. Een spindel, dat is een voorziening. Die zit hier in de put. En dat is een soort luik. Waarmee kan je zeg maar, het waterpeil op afstellen. Het regenwater stroomt hier met een hevige regenbui naar binnen toe. Tot een bepaalde hoogte.
En om de druk, wat ik net heb uitgelegd, zeg maar, te verlichten, maken we gebruik van een extra buis. En die extra buis, daar staat een spindel voor en dat is een soort luik die je dus van beneden kunt stellen om zodoende te kijken van hoeveelheid water er doorheen kan stromen. Ik geloof dat ik het begrijp, maar daar moet je dan regelmatig voor naar die put toe weer om dat weer in te stellen? Om de hoeveel tijd moet dat gebeuren? Nee, dat hoef je maar een enkele keer in een jaar te doen. Alleen als er toevallig veel water is, komt? Ja, ja. En hoe houden jullie dat in de gaten? Visuele inspectie, dus gewoon langslopen en één keer in de zoveel tijd controleren of die werkt. Of en die hiermee voorkom je dan eigenlijk dat die putdeksels niet gewoon omhoog komen, denk ja, ik ook. Onder andere is dat. Dat heeft ook te maken met de bouten die je daar in de putdeksel ziet. Ja, ik zie hier bouten die ik op die andere deksels eigenlijk nooit zag nog. Nee, klopt. En die bouten die zijn verzonken in de putrand en zodoende houdt dat zeg maar de putdeksel vast. Oké. En die moeten losgedraaid worden om die spindel op niveau te brengen. Correct, ja. En dan nu snel van de Meerburgkade naar de Goeri, waar we de straatreiniging zien werken. Ik zag daar net die veegwagen aankomen. Wat doet deze firma voor de gemeente Katwijk? Dat is een aannemer waar de gemeente een overeenkomst mee heeft gesloten om de verhardingen allemaal schoon te houden in Katwijk. Wij doen dat aan de hand van beelden en daarbij omschrijvingen van hoe schoon het moet zijn. Dus jullie kijken eerst of staat alles op papier, weet u precies wat hij gaat doen? Ja, het is dus een overeenkomst en dat houdt in dat ze alle verhardingen, dus de rijbanen, parkeervakken, trottoir, fietspaden, maar ook de schelpenpaden in de parkstroken, moeten schoonhouden aan de hand van beelden. Beelden wil zeggen dat er is echt omschreven met plaatjes erbij van hoe schoon het moet zijn. Om een voorbeeld te noemen, grof zwerfafval. Dan praat je over een blikje, een flesje of een plastic zak. Dat mag best op straat liggen, maar met een bepaalde hoeveelheid. Er mogen er niet meer dan 3 op 100 vierkante meter liggen. Dan dus voldoet aannemer aan de norm. De kwaliteitseis staat dus helemaal vast eigenlijk. Ja. En hoe controleren jullie dat dan? Ik fiets regelmatig door de wijk en dan kijk ik uiteraard om me heen. En dan constateer ik of die aan de norm voldoet, ja of nee. En nou doet hij dat een keer niet. En wat gebeurt er dan? Dan trek ik aan de bel. Dan komt hij terug? Ja. Dan zijn ik hem in en dan moet hij dat voor elkaar maken. Het is dus eigenlijk de bedoeling dat hij dus zelf dat in de gaten houdt om te kijken van of hij aan de norm voldoet. Dat is een onderdeel van het werk. Een duidelijke vraag eigenlijk voor mij is altijd, ze legen ook prullenbakken. Doen zij dit ook? Prullenbakken legen bijvoorbeeld, dat hoort ook bij hun taak. De afvalbakken, de depodocs moeten zij ook legen. En dan moeten ze dus zelf ook weer constateren van wanneer zitten ze vol, wanneer moet ik ze legen? Want de ene afvalbak hoeft maar één keer in de week geleegd te worden op een minder drukke plek. Maar er zijn er ook bakken die moeten elke dag geleegd worden. Maar dat moeten ze dus zelf in de gaten houden. Wat is nou de drukke tijd een beetje? Bijvoorbeeld als er veel blad valt, dan zal het extra druk zijn voor ze? Of maakt dat niet uit? Ja, zeker. Dat maakt wel uit. Want inderdaad, in het voorjaar heb je je bloesem. In de zomer heb je je vruchten van de bomen. In het najaar heb je je blad. Dat is allemaal natuurlijk vuil. Dat hoort ook inderdaad bij het schoonhouden van de wegen. Wat ze daarnaast ook moeten doen, dat is de onkruidbestrijding op de wegen. Dat is ook een taak. Het groen van de straatweg. Ja, ja. Onkruid, de pollengras, zeg maar, die in de goot staan. Ja. En ook dat daar zit weer een norm aan vast. Dat op bijvoorbeeld die 100 vierkante meter, er mag 5% onkruid mag er staan. Komt het daar boven, dan moeten ze actie ondernemen. Zit het daar nog onder, dan voldoen ze aan de norm. Mag dat. Ja. We lopen eventjes naar die wagen toe, ja. Want ik wilde toch ook nog even wat meer horen. Ja, prima. Ik wilde eerst eigenlijk even horen hoe deze wagen werkt. Wat doet hij? Nou, wat deze machine doet is dat hij met één borstel in de goot de goot leegveegt. Dat veegt hij dan naar het midden van de machine toe. En als er nog vuil op de straat ligt, veegt hij met die andere borstel veegt hij dat ook naar het midden. En dan wordt het opgezogen. En in die bak hierachter wordt het dan opgevangen. Burgers kunnen natuurlijk ook in dat kader al heel veel zelf doen. Noem eens wat, maak het eens duidelijk als dat kan. Nou, niet om naar vroeger te verwijzen, maar vroeger maakten mensen hun eigen stoepje mooi schoon. En dat scheelt in ieder geval in onkruid scheelt dat heel veel. Maar dat scheelt ook in zand in de goot en zand op de stoep. Want op zand daar komt natuurlijk onkruid op af, maar vuil trekt ook vuil aan. Dus wat dat betreft is dat altijd prima als dat mooi schoon is. Heel veel mensen doen dat nog, maar je ziet toch ook dat een aantal mensen dat niet meer zo nauwkeurig doen. Ik zie deze wagen door de buurt rijden vaak. Maar dan moeten wij als automobilist even wachten. Is dat hinderlijk voor jullie? Of?
Nou, voor ons niet, maar ik denk wel dat het hinderlijk kan zijn voor iemand die op de weg rijdt. Want deze machine, als hij aan het vegen is, gaat hij niet sneller dan een kilometer of 5-6. En ja, een auto in een woonwijk rijdt toch gauw 30, soms 50. En dat is natuurlijk best wel lastig als je dan naar zo'n machine toe rijdt. En het kan ook, als je niet goed oplet, best wel gevaarlijk zijn natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou ligt er nog vuil als jullie geweest zijn, vaak langs de randen van de auto's, de geparkeerde auto's. Ja, dat klopt. Nou, het liefste wat wij zouden willen, en als we dat samen met de gemeente kunnen doen, dan is dat ook heel erg fijn om te zorgen dat als wij zo'n wijk ingaan, dat mensen hun auto even weghalen. Want dan kunnen we het mooi schoon maken natuurlijk. Wat wij in ieder geval doen is, als we 's morgens door de straat geweest zijn, kijken we 's middags nog een keer in diezelfde straat of er nog vuil ligt en of de auto dan weg is. En als die auto weg is gegaan, dan vegen we het in ieder geval. Maar het mooiste is als iedereen zijn auto eventjes aan de andere kant, want dan is het in één keer weer spik en span. Ik hoorde dat de gemeente ook de zaak controleerde, maar dat doen jullie zelf dus ook? Ja, ja, primair. Wij moeten zelf zorgen dat we ons eigen werk controleren en dat doen we iedere week. Dus we kijken iedere week of in wijken waar we nog niet geweest zijn of zo, of daar nog vuil ligt op straat. Zijn er nu vuile plekken, dan sturen we onze mensen daar direct naartoe. Zeg maar, voor de prullenbak hebben we inmiddels door jarenlange ervaring, weten we precies welke bak wel vol zit en welke bak wat minder is. Sommige legen we, wat Gerard net ook al zei, 5 keer in de week. En andere legen we maar 1 keer in de week, omdat die dan niet vol zit. Maar ook dat houden we zelf in de gaten. En daarnaast worden we gecontroleerd door de gemeente. En als we het niet goed doen, dan zijn ze... En de burgers kunnen ook het nodige doen. Kunt u dat nog een keertje preciezer zeggen? Wat zou ik nou als bewoner van Katwijk zelf kunnen doen aan het vuil, aan een schoon Katwijk? Nou, wat heel veel helpt met een schoon Katwijk is bijvoorbeeld in een bladperiode, als het blad van de bomen valt, veeg het even op, doe het in de bak. En dan blijft Katwijk heel erg schoon. Zie je een papiertje liggen, prik het eventjes op. Wij doen het zeker, maar alle beetjes helpen. En zeker als je het ergens ziet liggen, gooi het niet op straat. Dat is het eerste natuurlijk, want als je geen vervuiling maakt, dan is er ook niet. Dan is het er niet, zo is het. Mogen we ook even zien hoe dat proces gaat van het vegen? Ja, het is misschien ook nog even goed om te laten zien hoe die signalering voor het verkeer werkt. Want daar kun je op zien hoe aan de achterzijde. Aan de achterkant. Dat zit aan de achterzijde van de machine. Dus misschien... Dan lopen we daar even heen. Laten we dat even doen. Kijk, hier zien we heel helder hoe het gaat als mensen aankomen rijden. Nogmaals gezegd, hij veegt maar met 5 km per uur. Iemand komt aanrijden met 50 km per uur. Dus deze signaallichten die zorgen ervoor van let op, werk aan de weg, ga aan de kant, kijk uit. Een duidelijk signaal. Ja, precies. Dit was Wegwijzer. Als u meer informatie over deze onderwerpen wilt, kunt u gaan naar info@katwijk.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.